De mooiste dag van je leven? Absoluut. Ja? Zonder meer. Ja, we hebben een geweldige trouwdag gehad. We hadden stralend mooi weer. En het leek wel een zonnetje extra scheen. Maar Hedwig, ben je nu met een man of met een vrouw getrouwd? Met beide. Ik heb zowel een man als een vrouw. En dat is een verrijking. Wat voor maat schoenen heb je, Vera? De maat die ik heb, dat is een moeilijke maat. Ik zit op maat 45. Ik heb alles mee. Iedereen zegt tegen mij altijd van, je bent zo vrouwelijk als wat. Het enige wat ik tegen heb, dat is mijn postuur. Ja. Dat is net iets te groot. Ja. En uiteraard mijn stem. Ik heb een donkere stem. En, ik kan overal komen. Iedereen ziet me meteen als vrouw. Behalve als ik mijn mond open doe, dan is het gebeurd. Ja. Goed. Nou, we gaan eventjes de spanning. Ja, is ook ja? Hoe spannend is dit nu? Nee, dit is nu vrij gewoon geworden. Spannend is, als je echt in menigte gaat, dan wordt het toch wel ietsje spannender. Maar in deze streek valt dat reuze mee. Jullie komen uit Brabant, daar was het anders. Ja, daar kon je niet zo naar buiten. Nee, in Brabant was het heel anders. De omgeving had daar toch heel nadrukkelijk wel een idee bij, dat als je anders was dan de maatschappij van je denkt, dan hoor je er eigenlijk niet bij. En dan word je toch de risée van de buurt. Ja. En, als je dit in Brabant gedaan zou hebben, zo naar buiten met z'n tweeën, dan zouden we de eerste 4-5 dagen niks gemerkt hebben. En dan zou plotseling het gegonst hebben van de geruchten van wat daar wel niet voor schandelijks gebeurt. Ja, was het spannend even langs die jongens? Ja, dat was heel spannend. Was buitenland. Ze kunnen ook wat roepen, hè? In aanvang zag ik ze ook genuiverend lachen met elkaar. Ja. En dat is toch eng van, ja, het is toch een heel andere cultuur. Ja. En toch merk je hier dan weer, dan kijken ze even aan en hebben ze iets van, nou ja, vooruit om haar. Ja. Nee, liefie. Kijk eens hoe die boot achter jullie heet. Ja. Schitterend. Ja. Hoe lang kennen jullie elkaar? We kennen elkaar 9 jaar. Ja. Oh ja. Ja. En waar viel je op, Hedwig? Nou, ik viel op Koos. Ja? En Koos had toen nog op zijn borst een grasveldje. Ja? En daar viel ik op. Een mannelijke Koos. Een hele mannelijke Koos. Ja. Ja, en die bleek al gauw ook Vera te zijn. Ja. En hoe was dat voor jou? Toen je dat ontdekte? Spannend. Bijzonder. Maar tegelijkertijd vond ik het heel belangrijk dat hij zichzelf kon zijn. En hij had het in die tijd echt heel zwaar, psychisch ook. En ik merkte als hij Vera kon zijn, dat hij dan helemaal zichzelf kon zijn. Dat hij tot rust kwam, dat hij zichzelf werd. En ik had zoiets van, wauw, als dat gebeurt, ja, dan kun je daar niks op tegen hebben. Wie is er nu bij? Is dat nu Vera? Maar ja, ook Koos een beetje, of niet? Nee, dit is echt Vera. Het is Vera te voeten uit. Koos is veel stugger, die lacht niet. Nou ja. Die is echt zo. Ja? Zit hier iets voor jullie bij? Nou, de maatjes niet. Nou, zijn jullie heel erg stralend hier in de Cronjeestraat in Haarlem. Maar ben je dan toch ook niet bang voor dat er eens iemand iets naast zegt? Of jullie uitscheldt of zoiets? Nee, het is wel iets waar je rekening mee houdt. Kijk, het blijft natuurlijk iets bijzonders. Het is niet alledaags om een man in de gedaante van een vrouw te zien. En ik vind het ook helemaal niet erg dat mensen zich omdraaien en gaan kijken. Zo van, hé, wat hebben we nou en wat is dit? Nee, dat vind ik gewoon. Als ik iemand buitensporig zie, dan ga ik er ook even naar zitten kijken. Maar dan draai ik me weer om en loop ik door. Hoe zit het met seksualiteit dan? Dat is een beetje dubbel. Ja. Aan de ene kant. Ontvrij je dan met Koos of met Vera? Ik denk met beide. Ja.
Ja. Als het een te intieme vraag is, hoef je er geen antwoord op te geven. Nee, weet ik hoor. Ik lig naast Vera in bed, alleen ze heeft geen borsten. En ze is daarnaast de man en wordt ook als man wakker. Ja. Ondanks de nachtponnetjes. Maar het is dus voortdurend, die twee eenheid. Ja, maar het is geen probleem, het is meer plezier. Dit is echt plezier. Ja. Dit is echt ook af en toe lachen. En, ja. Ja, dat vind ik wel grappig, want jullie kunnen er wel om lachen ook. Ja, het is iets waarvan waar je niet super serieus over moet doen. Zo van, vrij ik nou met Koos of vrij ik nou met Vera? Nee, ik vrij met beide. Zo, mannetje. Op straat zei je steeds meisje of vrouwtje. En nu zeg je mannetje. Ja, dat is het mannetje. Ja. Wat een verandering, metamorfose. Ja. 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 Voelt het ook zo? Deels wel. Ja? Ja, deels wel. Ja, ja als vrouw voel ik me toch net iets vrijer dan als man. Heb ik meer reserves in me zitten. Ja. En, maar ik ben het alle twee. Ik kan, als ik het echt wil en... als de situatie is, kan ik ook nu weer terug naar Vera stappen. Ja. Dat wel. Het gevoel. Ja. Ja. Ja, dat, ja. Het is niet. De kleding is geen noodzaak om Vera te zijn. Nee.